Toen we hier het water in de binnenstad terug gingen brengen, was natuurlijk ook een van onze zorgen om de waterkwaliteit in orde te houden. Dus we hebben gedacht van, hoe zorgen we er nou voor dat fris water blijft? En toen zijn we onder andere met Vechtstromen aan de praat gekomen. Zo van, kunnen jullie ons daarmee helpen? En is ook contact gelegd met deze partij die drijvende tuinen aanlegt. Wij zijn hier voor de gemeente Ammerlo bezig met een project om eigenlijk een project met een tweeledig doel. Dat is A, een verbetering van de ruimtelijke ordening. Dat betekent dat we meer groen terugbrengen in de stad. En als tweede een verbetering van de waterkwaliteit. En dat doen we eigenlijk doordat wij waterplanten laten drijven in het water. Het is een heel nieuw idee, het is een heel nieuw gedachtegoed om vanuit een drijvende structuur te werken. Het is ook niet zo heel algemeen bekend, hè, omdat we het eigenlijk 4,5 jaar geleden gestart zijn vanuit een innovatie voor Rijkswaterstaat. Maar ja, goed, als je het kostenplaatje gaat bekijken, dan kom je op een punt dat je denkt van, nou, het is een hele voordelige manier om voor een groene oplossing te kiezen. Want ja, een andere stap had geweest om een natuurvriendelijke oever aan te leggen. Nou ja, en dan moet je voorstellen dat je kaders moet afbreken en een schuinte moet aanbrengen in het water. Water in een stad is altijd iets lastigs. En waarom? Wij hebben de natuur naar onze eigen hand gezet. Als je kijkt naar het meeste water wat hier in stedelijk gebied is, dan staat dat in damwand en steen. En dat is ervoor omdat je dan langs de kade een boot aan kan leggen. Maar wat men vergeet is dat water dieper dan 1,20 meter, 1,30 meter, daar groeit niks meer omdat daar geen zonlicht doorheen kan komen. Dus wat we eigenlijk creëren is een kale woestijn voor het onderwaterleven. Nou, en daar moeten we wat aan doen. En op het moment dat we vegetatie laten drijven in het water, dan kunnen we die hele kadestructuur behouden. Hoeven we geen natuurvriendelijke oevers te maken. Maar zorgen we er wel voor dat er een goede habitat, dus een goede leefomgeving is voor alle beestjes en visjes in het water.